maar, starten. Ja, starten. Kom maar, 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 kom maar. Ja, starten, kom maar. Ja, starten, kom maar, waar je. En tijd. Ja. Deze kant opdrukken, die kant opdrukken, 10 keer. Ja, die bal wordt gepaast in plaats van gedribbeld. Drie, één. Het trainen was trainer Noordin. Het begon bij mij al gisteravond. Ik moet hier om 7:30 zijn om dit hele veld voor jullie uit te zetten. Dus als ik uitga, dan lukt het me niet. Dus voordat voetbal afgelopen was, sliep ik al. Toch? Ik ben heel vroeg opgestaan. Ik heb me voorbereid. Ik moet dit doen. En dan moet ik ook nog presteren. Dus voordat ik dan hier kom, even rekken. Even strekken. Als ik dan weet dat ik naar het veld kom, ga ik een goede warming-up doen. Dan kan ik hier om 9:00 ochtends, kan ik me op mijn best laten zien en heb ik er wat aan. Anders, ik zag jou nu ook alweer zo. Ja, knietje. Ja. Maar weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan we net als Dien, gaan we zo allemaal één voor één eraf. En dat is niet de bedoeling van de training. Kom maar, vrije bal boys. Blauwbal, move on the side. Tijd, Tom. Kom weer halen dat, Tom. Tijd. Binnenkant, als je aan het verdedigen bent, Keanu, Jesse, binnenkant. Uit elkaar, uit elkaar, uit elkaar. Tijd, 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 Nafa. Hij coach je aan. Draai. Ja, andere kant op draaien. 1 tegen 1 gedaan, 4 tegen 4, 3 tegen 3 en een grote partij met de groep. En ik wil mijn middenvelden bereiken. Hoe gaan jullie drie dat doen? Want nu heb ik drie middenvelders. Als ik er zo naar kijk en de diepte. Kijk. Nee, misschien een balans hebben. Dus als Tom naar links stapt, dan kan Nafa, die kan wat gaan doen. Nou, dit is dezelfde kant. Dit is dezelfde kant als Tom, dus wel kan Nafa. Ja, dan gaat daar een paas naar open. Dan heb ik die. Dan heb ik die. Wat ga jij dan doen? Ja, zo? Ik ga in de bal komen. Vind je? Daar als je hier gaat staan, sta je in die paaslijn, dus dat is geen goeie. Wat dacht je als je nou een beetje wegloopt en zegt tegen Ranjo, maak diepte. Let op Nafa, hup. Waar is de ruimte, waar is de ruimte? Juist, dat moet sneller. Komt ie, kaatsen, kaatsen, kaatsen! Kan hem, als hij een beetje serieus is zo, kan ik hem de moeilijkste bal inspelen, heeft hij onder controle, gaan we door. Waar hij mee moet stoppen is jouw slappe balletjes geven, omdat hij denkt van, je bent misschien nog jong. Gewoon hard inspelen, jij moet het leren. We gaan een tempo halen en wij gaan heel erg veel invloed op uitoefenen. Als je veel beweegt, als je goed in je positie staat, je coacht elkaar de ballen goed na, en we doen het samen, krijgen we een heel hoog niveau. Let maar op, want eigenlijk hebben we 1, 2, 3, 4 vrije mensen. Toch? Plus 5 veldspelers, ben je met z'n 9e. Kan niet misgaan. Maar dan moet je een focus hebben, dan moet je ballen bewust spelen, de juiste snelheid, goed overslaan en gaan we ritme tempo halen. Gaat het heel erg, niveau heel erg omhoog, maar kom dat ik in de trainer heb nu voetbalschoenen aan, dus we gaan het beïnvloeden. Maar dat moet een voorbeeld zijn, daar wil ik ook naartoe. Ik wil naar dat niveau en niet blijven hangen in het niet zo slimme. Oké? Dus het niveau gaat omhoog en waarom? Omdat ik in de trainer ga ervoor zorgen. En we gaan iedereen aancoachen en neem het als voorbeeld. Oké? Let's go. Ja, kom maar. Nafa, let je op. Touch. Tempo, tempo. Draai. Hop, hop, hop. Ja, Lorenzo, tempo. Goed. Tempo, Nafa, blijf bewegen. Ja. Tuurlijk, komt ie. Hop, Nafa, waar ben je? Leuke training, zoals altijd. Ik hoef eigenlijk niet echt veel toe te voegen. Dat niveau doen. Dan klimt het hele elftal. Maar dat is gewoon een mindset, want iedereen kan de bal aannemen en iets proberen. Maar ik wil niet dat je dat doet. Ik wil dat je kijkt naar de situatie. We hebben een overtal, dus gewoon kijken waar we de beste keuze kunnen maken. Dit. Op. Yannick, Yannick, bewegen Yannick. Josep, andere kant op, Taiki. Demin, zo traag, Demin. Hey, Lekker
door elkaar heen. Tempo, tempo, tempo. Kom maar Yannick, tempo Yannick. Kom maar doorlopen. Lekker Yannick, goed bezig. Sowieso 5 opdrukken. Ja, Mason. Dien, opdrukken Dien. Kom maar. 1, 2, 3, 4 en 5. Maxime, moet je opdrukken. Kom maar, 3 keer opdrukken, heel snel. 3 keer. 1, lopen, 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 lopen. 2 en 3. Kom maar, gaan we weer meedoen, Dien, Maxime. Gaan we weer meedoen. Mason, 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 snap daar erbij. Nee, 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 Oké, boys, kom. Loop allemaal met mij mee. Gaan we met z'n allen die kant op. In de looppas, boys. Kom maar, tempo. Gaan we in een looppasje. Oké, boys, let goed op. Doohan, ik wil dat jij bij de pion gaat staan met een bal aan je voet. Bij de gele pion. Wil ik dat Ryan daarachter gaat staan. Wil ik dat Demin bij de gele pion gaat staan met een bal aan je voet. Wil ik dat Yannick daarachter gaat staan? Ja, soms vond ik het wel lastig. Lastige momenten. Soms wel eens gepasseerd en ja. Yeah. Goed opletten. Oké, boys, gaan we beginnen. Let goed op. Met z'n allen gaan we gelijk beginnen. Zorg ervoor dat je scherp bent, Ryan. Zorg ervoor dat je scherp bent. Yes? Oké, let goed op, Riley. We beginnen bij de gele pion. Beginnen we eerst simpel. Je dribbelt naar de oranje pion. Kap je af. Dribbel je terug. Geef je bal aan je medespeler. Dan gaat Demi. Kom maar Demi, laat zien. Dribbelen naar de oranje pion. Kap af. Tempo, tempo, tempo. En nu ga jij, Yannick. Kom maar. Let goed op, boys. Kap af. Kom maar, tempo, tempo, tempo. Oké, bal vast. Mooi. En dribbel terug, kom maar, hoog tempo. Goed zo, Maxime, ga door. Kom maar, Mason, ga je niet wachten. Tempo, gelijk door. Mooi. Kap af, Mason. Goed. En breng je bal terug. Kom maar, goed opletten, nu ga jij. Voor iedereen, zorg ervoor dat je je bal niet kwijtraakt. En dat je hem goed brengt naar je medespeler. Ook als we afkappen, Dien. Gebruiken we ons lichaam. Dus je gaat doen alsof je gaat schieten. Je zegt ja. En je kapt af. En je dribbelt gelijk terug. Boys, doen we in een hoog tempo met beleving. Toch doen? Doen we toch ook op vrijdag? Oké, boys, laat het zien. Gaan we hem nog een keer doen. En nu wil ik beleving. Kom maar, Riley, starten. Kom maar, Riley. Laat zien, doen. Juist, ga door. Kom maar, Yannick. Mooi, Dien. Trippel het, Dien. Mooi. Riley, het goed op. Je dribbelt. Naar de oranje pion, je maakt de Ronaldo Cup. Dan ga je om de oranje pion heen. Maak je weer een Ronaldo Cup. Breng je bal terug. Boys, ik wil van iedereen hoog tempo zien. Zo snel en doe aan, ga je doen, ga je doen, ga je doen. Kom maar, kom maar, Demi, kom maar, Demi. Kom op. Blijf even allemaal staan. Hoe vonden we het gaan? Goed, wat hebben we geleerd? Hoe je schaartjes moet maken. Ja. En wat hebben we nog meer gedaan als je de bal niet hebt? Dat je actief bent, toch? Ja. Dat je blijft trippelen. Ja, ja. Juist, inderdaad. Dat je altijd blijft trippelen. En mooie dingen gezien, Demin. Hele mooie schaar van jou gezien. Riley, hele mooie energie gezien van jou. Net als je broer. Super scherp, hè? Goed bezig, jongens. Geen fles. Ja, oké, boys. Deze groep gaat naar trainer Gilly. Heel snel sprinten, 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 sprinten. Kom jij even bij mij? Mijn trainer was Noordin. Wind begint altijd aan die kant. Ja? Goed? Stroom je zo in. Kom maar niet uit, ja? We gaan het 3-3 doen. Gebruik de ruimtes. Ja? Even wachten op de rest, ja? En de volgende. Als je gescoord is of iets anders, dan stromen jullie in. Ja? Afgesproken? Dus zorg dat je niet met z'n allen aan één kant blijft. Of met z'n allen in het midden. Ja? Gebruik het veld. Eentje in het midden, twee in de zijkanten. Ja? Goed? Yes. Allemaal aan de achterkant blijven. Die staat te ver naar voren. Naast het doel gewoon. Ja? Ready? Kom maar, laat zien. Ja.
Ja, jullie zijn. Hey, Oranje is voor next. Kom, Oranje, Oranje, Oranje. Klaar staan alvast. Ja? Ga door. Ja, scoren, kom. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Indribbelen toch? We begonnen met 1 tegen 1. Daarna hebben we 3 tegen 3 en 4 tegen 4. En daarna intensief partijen. Goed, haal eruit, haal eruit. Vraag eruit, haal eruit. Hou binnen. Op de grond. Ga door. Kom maar, scoren. Ja, Oranje, klaarstaan, kom maar. Hey, wat is er belangrijk, jongens, als je gaat beginnen? Je moet gelijk omschakelen. Maar je moet gelijk opletten. Diegene die in het midden is, ja, kan het beste beginnen met de bal. Dan kun je gelijk kiezen, oh, ik speel diegene in naar links. Of diegene die links, of rechts staat, die speel ik ook in. Ja? Want als je vanaf rechts begint, ja, maak je gelijk één. Je hebt maar één optie in principe. Ja? Goed? Dat wat we gaan doen. We willen recht voor aanval. Dus blauw begint aan die kant. Ja? Dus mijn team. Als wij hier scoren. Let op, kom eens erbij, kom eens erbij. Als wij hier scoren, ja, mogen wij gelijk de bal pakken. En dan mogen wij op het grote doel scoren. Ja? Goed paas, Edwin. Goed, Edwin. Hé, hey, kom eens verdedigen. En naar voren, Faya. Goeie paas, Faya. En scoren, Edwin. Oké, bal pakken. We zijn met een grote goal. En scoren. Goed, bal pakken. Scoren, Faya. Ja, goed zo. Groen, je moet er gelijk verdedigen, hè? Dief bezig, toch? Ja. Wat moet je altijd doen als je niet aan de beurt bent? Dribbelen. Dribbelen, goed. Oké. Groen, jullie gaan op een groot doel scoren. En je moet deze twee kleine doeltjes verdedigen. Ja? Ja. Ready, Samuel? Dan mag jij beginnen met de bal. Groen, let eens op. Oranje, let eens op. Want ze komen eraan. 3, 2, 1. Ja. Zo, doe mee, Daniel. Doe mee, doe mee. Het is hebben, hebben. Met partijen is sprintduel wel een beetje moeilijk. Oké. En kom erbij, jongens. Oké. Ga eventjes zoveel mogelijk in je groepjes te komen. Ik doe wel even de eerste groep bij elkaar. Niet vergeten. Mika, jij en team, let op. Zinedine, vanaf daar is de instroom. Ballen daar, let op. Omschakelspel is het. Als je de winnaar bent, blijf je automatisch hier staan. Duidelijk? Bij winst heb je 1 punt. Bij verlies uiteraard 0 punten. Aan het einde gaan alle verliezers krijgen opdracht. Is dat duidelijk voor iedereen? Oké, gaan we beginnen. Het is hebben, hebben aan de zijkant. Kom maar, start. Bal weg. Bal voor Emin, juist. Ja. En we hebben aan de zijkant, hè. Snel een balletje pakken. Geef eens 2 ballen aan mij. Ik speel ook een bal in dan. De laatste 20 seconden. Bij gelijkspel gaat het team van Emin gaat eruit. Roos daar staan, Oranje hier. Daarom doe ik dat niet, want anders, snap je wat ik bedoel? Daarom hou ik hun eentje erin, want dan zit gelijk die omschakeling. Kom maar, start! Oh, 1 tegen 1, vooruit! Aanname vooruit, als je open staat. Goed zo, Julian! Tel je punten hardop. Het over. Kijk vooruit. Kijk vooruit. Ja, waarom niet? Ja, hier de bal. Kom
Kom maar Samuel, je mag me... Je mag scoren op 2 goals. Links, rechts. Chris, je wordt ingespeeld door Rich. Je mag scoren op 2 goals. We spelen tot de 10. Verliezer, doe 10 burpees. Duidelijk? Ik vond het heel leuk. Het is gewoon lekker intensief. Iedereen doet hard zijn best. Ja, dat. Goed, Rich. Kom maar. Ja! Kom maar, Nikolai. Nikolai, keep the ball closer to you. Don't sprint behind the ball, yes? Kom maar, Garel. Snelle actie, snelle actie. 1-0 of mis. Ja! Eén, ja! Ja, lekker. 2-1, kom maar Nathalie, je moet gaan scoren. Hé, Ricky, is te makkelijk man. Ja! Mijn trainer was trainer Noordin. Zorg dat je ze even pakt. Ja, eigenlijk gewoon intensief, volle bak, alles geven en ja. Jokie, naar binnen, Jokie, naar binnen, naar binnen, naar binnen. Ga door, ga door. Ga door. Deep check. Ja, in de paint opzoeken, in de paint. Snelheid, in de paint. Hup. Ja, af en toe 1 tegen 1. En dan, we hebben natuurlijk heel veel speciale kinderen. De ene kan goed verdedigen, de andere... En dan bij de verdediging, soms struikel ik over de bal of krijg ik wel een setje. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Ik vond, ja, alles vind ik eigenlijk leuk, zoals altijd. Alle, ja, je speelt hier met plezier en ja, je doet hier gewoon altijd goed je best.